Welkom. Jij bent al mijn 12e klant vandaag. Kijk eens naar mij. De mensen die langs mijn raam lopen, kijken altijd naar mijn lichaam. Ze zien me meer als een voorwerp om te gebruiken dan als mens. Klanten vragen ook nooit hoe ik heet. Alleen hoeveel ik kost. Soms, heel soms, dan vang ik hun blik. Dan zie ik even een flikker van iets anders, van onzekerheid, schaamte, een diepe leegte. Maar dan kijken ze snel weer weg. Ik zit hier 16, soms 18 uur per dag, totdat ik genoeg heb verdiend om mijn poeier te betalen en voor de huur van mijn kamer. Als ik te weinig verdien, slaat mijn poeier mij in elkaar of bedreigt hij mijn familie. Er komen dagelijks tussen de 10 en 15 klanten in mijn kamer om seks met mij te hebben. Sommige mannen zijn even oud als mijn vader. Anderen zijn even oud als mijn opa. Van buiten lach ik. Doe ik alsof ik het leuk vind. Ik speel het spel mee. Maar van binnen ga ik stuk. Ik doe dit werk niet omdat ik het wil, maar omdat ik geen uitweg zie. Als je lang genoeg behandeld wordt alsof je niks waard bent, ga je het op den duur vanzelf geloven. Zie jij mij als vrouw? Of als een object dat te koop is? Durf jij verder te kijken dan het masker wat ik opzet en je te laten raken door wat je ziet? Ik ben een mens, zoals jij. Wie zie jij? Ha ha ha.